We gaan een beetje op ontdekkingsreis in deze serie. Een beetje op ontdekkingsreis, een beetje kijken wat de Bijbel nou eigenlijk precies zegt over kerk. Er zijn zoveel ideeën, zoveel, weet ik veel, maar het is zo goed. En, hebben jullie allemaal het boekje gelezen? Alle mensen het boekje gelezen, ja? En anders mee bezig, hè? Want dan kan je het nog eens lekker nalezen. En als je niet weet over welk boekje het hebt, vraag aan je connectleider. Als je niet weet wie je connectleider is, vraag aan Tabitha. Zoiets. Zoiets. Hey, maar, dus lees het. Hey. Weet je, Nederlanders kunnen een beetje kritisch zijn. Ben je het mee eens? Om even met het goede nieuws te beginnen. Een beetje kritisch. En ik weet niet wat het is, maar soms hebben we... Dan gebeuren allemaal mooie dingen, maar dan hebben we het ene ding wat dan niet zo goed is, daar hebben we het dan over. Jammer is dat. En dat is zo jammer. En ik vertel je, het is niet de taal van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest spreekt leven en vreugde en visie. En ik hou ervan met mensen te praten die visie hebben in de kerk. En die elkaar aansporen om vooral te zien wat God aan het doen is. In plaats van wat... Het is niet zo moeilijk, je hoeft niet eens christen te zijn om te laten zien wat er niet goed is. Aan de kerk, of aan mij, of aan jou. Het is helemaal niet moeilijk om te... Oh, sorry. Weet je, dat we die keurende blik... Wat is het toch jammer dat er altijd bij de Hollanders soms dat ene minpuntje... Dat allemaal leuk, maar jammer dat er nou net... Ja, weet je wel zo. En ik zat gisteren op het terras, lekker in de zon. Kijk, duim was overvol. Maar er zat net één balkje, jammer hè, van het dak. En dat zat precies voor de zon. Dus ik was de enige in heel Kijkduin... Die niet in de zon zat voor mijn gevoel in mijn gezicht. Dus dan ga ik verplaatsen, hè, naar de andere tafel. Daar staan we bekend om als de familie. maar ik moest even denken. Soms kijken we zo. Er gebeuren zoveel moeite. En ik hoop echt dat wij met elkaar hier onze ogen hebben gericht op Jezus. En wat hij aan het doen is in de kerk. En dat we met ik vraag me wel eens af, als niet-christenen ons horen praten over de kerk, over onze kerk, zouden ze dan nieuwsgierig worden? Of zouden ze denken, ja, zie, daarom kom ik dus niet. Ik ben blij dat ik daar niet... Dat ga ik zondagochtend vroeg mijn bed niet vooruit als ik dat allemaal hoor. Dus weet je, dat is zo'n uitdagende. Dus de komende tijd gaan we een beetje elkaar spiegel voorhouden. Een beetje spiegel voorhouden. Ik ben de kerk. Je hebt het over jezelf ook. Je bent deel van de kerk. We zijn niet volmaakt. De voorganger is niet volmaakt. Het team is niet volmaakt. Maar we kijken naar wat Jezus aan het doen is. Want dat is onze hoop. Het is zijn kerk. Het is zijn lichaam. En misschien zit je nu al van in je stoel. Ja, maar ik doe al veel in de kerk. Wat wil je nou? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Geen defensieve houding aannemen. Maar gewoon met een open hart met elkaar willen we die reis maken. En misschien worden er dingen geraakt. Misschien is er wel een open zenuw ergens. Een stukje pijn. Veel te veel christenen lopen nog rond met pijn teleurstelling of dat soort dingen over de kerk of dingen in de kerk of dingen die gebeurd zijn. En daar straks gaan we nog wel meer over zeggen. Maar weet je, het zou kunnen zijn dat je naar de heelmeester moet met hoofdletter H. Heelmeester. Niet blijven praten met iedereen wat het toch allemaal pijnlijk en vervelend en begrijp ik niet enzovoort. Maar ga naar de heelmeester. Het zou heel goed kunnen zijn dat Jezus al lang probeert om iets te genezen bij jou. En dan raakt hij iets aan. En dan is het niet de bedoeling dat je het allemaal overal gaat, maar dat je daarmee naar Jezus toe gaat. Heer, genees mij. Waarom raken we dat nou zo diep? En in het boekje wordt een verhaal verteld over twee vrienden die jarenlang samen in de kerk zaten. En hadden af en toe een ontbijtje en hebben ze een gesprek. En hebben het gelezen en één vriend is helemaal enthousiast. Dus twee vrienden, dezelfde kerk. Eén vriend is helemaal enthousiast en betrokken. En die ander zag je een beetje terug. Het sprak hem niet meer zo aan en het voelde niet meer zo goed. En de preek was niet meer zo en van alles. En ja, er zijn ook hypocrieten in de kerk. Want ik heb die gezien daar ergens door de week op de sportvereniging. Er stonden toch partij te schreeuwen. Die zit dan ook in de kerk, hypocrieten. Wat wij dan zeggen, is iemand is aan het stapelen. Zegeltjes sparen. Als iemand eenmaal een negatieve bril opzet, dan ziet hij van alles. Het heeft een naam, ik ben die naam kwijt. Als je, zoals in mijn geval, in de Volvo rijdt, dan zie je ineens overal Volvo's. Dat heeft een naam. Weet iemand hoe dat heet? Dat is het effect van... Nee, je begrijpt wat ik bedoel, hè? Dus als je eenmaal begint met die bril op, dan zal je steeds meer dingen gaan zien die eigenlijk ook dat, en nee, vind ik eigenlijk ook niet zo, En dan zit je op het verkeerde pad. En hoe komt het nou dat twee vrienden dezelfde kijken? De een is helemaal enthousiast en de ander zie je eigenlijk een beetje terugtrekken. En dan zegt hij in dat boekje dit, en ik heb het wel eens gehoord, van ja,
Weet je wel, de mensen zijn fijn, er zitten fijne mensen. Ik heb fijne vrienden in de kerk, maar het leiderschap of de voorganger of de, weet je wel zo. En dat is zo jammer. God is iets aan het doen. Hij probeert althans iets bij jou te genezen, te herstellen. Zodat je eerste liefde weer terugkomt voor hem. En dat je gaat zien hoe hij kijkt naar de kerk. En weet je, zo belangrijk om je oog te blijven richten op wat Jezus doet. En hoe hij zijn leven heeft gegeven voor de kerk. En hoe hij vol passie zijn kerk aan het bouwen is. Niet alleen hier in CLC Den Haag, overal in Nederland en wereldwijd. En het is zo belangrijk om daar op te blijven letten. En als je zulke gesprekken, dan is de vraag soms goed, ook voor jezelf. Wat gebeurt er nou echt hier? Voel je je onveilig? Voel je je niet begrepen? Voel je je niet geliefd? Dan kan je de kerk de schuld blijven geven. Maar ik beloof je, zo groei je nooit. Altijd maar anderen en zo de schuld geven. Dus ga naar de Heer. Heer, hoe komt het nou dat ik me... Een ander vindt het helemaal fijn hier. Zelfde connectgroep en ik zit en ik voel me niet begrepen. En niet geliefd, niet gezien. Wat gebeurt er van binnen? Dat is de echte eerlijke vraag. Wat doet dit nou bij jou van binnen? En ga daarmee naar Jezus toe. Zeg, Heer, ik wil daar vanaf. Er is een soort beurse plek, een soort open zenuw. En ik wil dat u me herstelt en geneest, krachtig maakt. Zodat ik aan het doen ben wat u aan het doen bent. Namelijk de kerk bouwen. Want het is zonder twijfel dat Jezus is de kerk aan het bouwen. Zijn lichaam, zijn kostbare lichaam. Dus we gaan op die ontdekkingsreis. En weet je, veel mensen komen een beetje naar de kerk met een soort beeld van... In het boekje spreken ze over de wellness club, weet je wel. Over de golf en country club. Met ik betaal mijn contributie. En dan weet je wel, dan kan ik naar het restaurantje, word ik bediend. En ik kan naar het zwembad en ik kan van alles doen. En er is ineens van alles. En eigenlijk komen sommige mensen ook naar de kerk met zo'n soort mindset, zo'n soort idee. Ik betaal mijn contributie en ik ben trouw, ik douw wat in het offer. Of misschien zelfs wel bij trouw in de tiende geven aan de kerk. En dus heb je eigenlijk wel een heleboel rechten. Eigenlijk moet je nu wel een beetje bediend worden. En dat is zo niet bijbels gewoon. Helemaal niet het koninkrijk van God. Die hele houding. Het is geven in plaats van eisen. Het is tijd. Weet je, de Heer wil zo graag dat we als kerk sterk en gezond zijn. Gezond zijn. Om hem te dienen. Om elkaar te dienen. Nou, die ontdekkingsreis, daar gaan we een beetje naar kijken. Ik wil geen klager zijn wat er allemaal mankeert. De beste stuurlui staan aan wal. Maar ik wil een verbinder zijn. Iemand die inspireert en die elkaar helpt. Of, hey, kijk, zie je wat Jezus aan het doen is? Zie je wat Jezus aan het doen is? En weet je, er zijn momenten geweest afgelopen, ook bij Vision Sunday. Zie je wat God aan het doen is? Zie je wat God aan het doen is? En het is iets, we proberen iets te vertolken, te laten zien van het hart van Jezus zelf. En daar ben ik zo enthousiast over. Dus weet je, we zijn geen golf en country club, we zijn geen wellness club, dat had je al begrepen, hè? Dus het is niet zo, je betaalt je contributie. Ik kom hier al jaren, dus ik heb wel een zegje hier. Ik heb wel een zegje over de muziek, over de liedjes die we kiezen en over de prekenserie. Oké, een paar punten. Je bent een onmisbaar deel, punt 1, in wat God aan het doen is. 1 Korinthe 12, vers 27, er staat, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt er deel van uit. Je maakt er deel van uit. Je bent, als je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ben je deel van het lichaam. Dat is in ieder geval Gods bedoeling, dat je ergens plant en dat je zegt, dit is mijn huis. Iedereen heeft een plek en een functie. Oog, oor, hand, voet, alles wordt genoemd in de Bijbel. Iedereen heeft een plek en een functie. In vers 12, een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt. Zo meteen in de tweede dienst, de doopdienst. En ook bij de doopbespreking noemen we het altijd. Je wordt ook gedoopt in het lichaam. Je wordt deel van het lichaam van Jezus. En in één geest zijn we één lichaam geworden. Dus je bent een onmisbaar deel. We hebben je nodig. We hebben jou nodig, jouw talenten. God heeft jou bijzonder gemaakt. Iedereen is een beetje anders. En met gaven en talenten. En zo heeft God het bedoeld dat met elkaar... Dat we met elkaar aanvullen en een prachtig lichaam vormen. Eén is hand, de ander is voet. En iedereen heeft een functie. Nummer 2, tweede punt. Iedereen is verschillend, maar we werken samen. Dat is wat God wil, dat we leren.
En dat is juist zo mooi, die verscheidenheid. Als één lid zijn deel niet doet, als het oog zijn deel niet doet, zijn functie niet doet, of de voet in mijn geval, ik weet heel precies hoe het voelt, als een voet het niet echt doet, dan heeft het hele lichaam pijn. En functioneert het hele lichaam eigenlijk niet helemaal. En zo is het bij jou en bij mij ook. Als een lid heel goed functioneert, een oog, een oor, een voet, een hand, dan is het hele lichaam blij. 1 Korinthe 12, 26, als één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle andere delen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect wordt behandeld, delen alle anderen in de vreugde. Misschien vind je dat gek, maar ik heb wel eens medelijden met mijn rechtervoet. Dan denk ik, ach, al maanden vangt hij bijna alles op. Dat is wat er gebeurt. Goed luisteren wat ik nu zeg, want dit is geestelijk. Omdat mijn linkervoet voor mij links maar half meekomt en nu op ongeveer 60%, 65% genezingsstatus, moet nog wel een paar maanden, heeft mijn rechtervoet het moeilijk al maanden. En hoe meer ik een beetje begin te hobbelen en lopen, hoe meer eigenlijk die rechtervoet heel veel doet. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat is precies het beeld van wat soms gebeurt in de kerk. Omdat één voet niet zo functioneert, ziek is, heeft die rechtervoet heel erg veel werk. En weet je wat ik echt heel erg spijtig vind? Als een voet die ziek is en niet veel doet, tegen de rechtervoet zegt, jij werkt wel hard, hè? Moet je niet een beetje op jezelf letten? Hey, gelukkig is er iemand met een beetje passie voor Jezus. Ik weet dat ik ook een heilig huisje omver gooi. Oké, spaar me de e-mails. Nummer 3. Alles wat we zeggen en doen op basis van liefde. Op basis van liefde. Iedereen kent wel, denk ik, 1 Korinthe 13. En denk ik, ja, dat gaat over het huwelijk. Als we weer huwelijk gaan inzegenen. 1 Korinthe 13. De huwelijk rekent het kwade niet toe. En het hele rijtje. En dat mag je doen hoor, op een huwelijksinzegening. En dat is ook prima, want het gaat over de liefde. Maar de context, lieve mensen, is over hoe gemeenteleden met elkaar om zouden moeten gaan. Dat is waar dit over gaat. En dan is het een uitdagend rijtje in vers 4. De liefde is geduldig. Even onderling, hè, hoe we met elkaar willen omgaan. Vol goedheid. De liefde kent geen jaloezie. Geen ijdel vertoon. Geen zelfgenoegzaamheid. Geen sterretjes op het podium. Geen ik ben wel toch heel erg belangrijk hier. Niks van dat. Ze is niet grof. Ze is niet zelfzuchtig. Laat zich niet boos maken. Dat is een goede, is ook tot mijzelf geschreven. En rekent het kwaad niet aan. Ah, als we deze dingen zouden gaan, dat is één vers uit 1 Korinthe 13. Dat zou een revolutie kunnen brengen in de kerken. Als we deze dingen gaan doen, ja toch? Gaan toepassen, als we zo met elkaar om zouden gaan. Echte, authentieke liefde, zoals de Bijbel het bedoelt. En dat je niet alleen mensen lief hebt die jou wel liggen. Dat doen ze in de wereld ook. Dat is niks christelijks aan. Dat je zegt, Heer, ik wil leren liefhebben iedereen. Mijn type of niet mijn type, klik of geen klik. Maar wat mij betreft wil ik gewoon hierin wandelen wat ik lees in 1 Korinthe 13. En ik wil daarin groeien. Nummer 4. Als je praat over het Bijbelse plaatje van hoe God het heeft bedoeld. Als deel van het lichaam, lid van de kerk, deel van het lichaam. Je bent actief. Je bent actief betrokken. Zoals ik net al zei met die voet. Iedereen heeft een plek. Kijk, als je lid wil blijven van de sportclub. Je betaalt je abonnementsgeld, ook al kom je het hele jaar niet, maar je bent lid gewoon. Weet je wel zo, je bent lid. Maar als je lid wil blijven van, bijbels gezien, deel wil blijven van de kerk, is niet alleen maar je abonnementsgeld betalen. Het betekent betrokken zijn, het betekent dat je je plek hebt, het betekent dat je overvloedig geeft, betrokken bent en dat je dient. Zonder aarzeling heb ik hier staan. Zonder aarzeling. Gewoon, je bent erbij. Je bent deel van wat God aan het doen is. En je bent deel daarvan. In Amerika, dat werkt in Nederland niet helemaal. Maar in Amerika heb je CEO's. Dat zijn een soort onderbazen van bedrijven. En de grappige als je dat uitlegt, zeg maar. CEO-christenen zijn Christmas en Easter only Christians. Ik vond het wel een grappige. Sommigen zijn heel trouw. In de kerkgang. Elke kerst en elke Pasen. Dus lidmaatschap in Bijbelse zin, dat is iets meer dan dit, ben je bij mij eens? Dat is geen CEO-christen. Dat is meer dan dat. En anders, weet je, je wil, de keuze staat de mens centraal in onze voorkeur, onze ideeën. Of staat echt God centraal? En als een lichaam wordt gebouwd door Jezus, een kerk, dan wordt het gebouwd
rondom een missie, uiteraard, en de doelen en de activiteiten. En de missie heeft Jezus ons gegeven in de grote opdracht. De missie die wij hebben als kerk, ga de wereld in, maak alle volken tot mijn discipelen, leer hun onderhouden al wat ik jullie heb geleerd. Wij zijn aan het nadenken over wat is een discipel. Weet je, Jan Harm en ik hadden een gesprekje, hoe definieer je eigenlijk een discipel? Ik zei nou, als je dit leest in de grote opdracht, is dat een discipel, die herken je aan het feit dat die andere discipel aan het maken is. Ja toch? Die herken je aan het feit dat die andere discipel aan het maken is. Hoe herken je een echte leider? Hij is andere leiders aan het voortbrengen. En hoe discipelschap ook allemaal in elkaar zit, heeft natuurlijk te maken met Jezus volgen. Maar de opdracht die hij geeft daar, onze missie voor ons allemaal als kerk, voor jou en mij allemaal, ga de wereld in, vertel mensen en leer anderen wat jij hebt geleerd. Dat is echt onze opdracht. En waar je ook zit op die reis, als we dat allemaal doen met elkaar, dan hebben we een hele sterke kerk. Denk je niet? Dus weet je, dat is zo mooi. Dus de hand, de voet, het oog, het moet allemaal functioneren. En daarom willen we elkaar aanmoedigen om gaven en talenten te ontdekken. Wat heeft God je gegeven? Sommigen zijn heel creatief, sommigen zijn misschien heel structureel. En sommigen zijn heel mensenmens. Adrie zei vorige week, ik ben een mensenmens. En dat weten we, want Den Helder is de meest knuffelende kerk die we hebben in CLC. En weet je wat, ieder heeft zo zijn talenten en hoe God je gemaakt heeft. En daarin, als je daarin gaat wandelen om de kerk daarmee te dienen. En dus weet je, wijd jezelf toe en kies daarvoor. Heer, ik wil wandelen in uw wegen. Spreuken 3, ik zei tegen Mathilde, Spreuken 3 is een soort lijfspreuk voor mij dit jaar. Persoonlijk in 2018. En wees niet wijs in eigen ogen, staat er. De trouw, schrijf het op de tafel van je hart, goedheid en trouw. En dan zal de gunst komen van God en mensen op je leven. Maar wees niet wijs in eigen ogen, maar wandel in Gods wegen. Beveel de Heer je wegen. Heer, ik wil u dienen met mijn leven. Nummer 5, werken aan eenheid. We hebben het over het Bijbels plaatje, hoe God de kerk aan het bouwen is. Werken aan eenheid. Johannes 13, vers 35. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. De mensen kijken naar ons, kijken naar de kerk en zeggen van nou, ik ben benieuwd, weet je wel, ze hebben het over liefde, maar ik ben benieuwd hoe het eruit ziet in de praktijk, hoe dat functioneert. En is dat zichtbaar, is dat merkbaar? En terecht, Jezus zei het, daaraan zullen ze zien, niet aan de Bijbelstudie, niet aan de juiste theologie, maar aan onze onderlinge liefde zullen ze zien. Van ah, dat zijn echt mensen die van Jezus houden. Heb je wel eens, wij doen het niet zo vaak meer, maar heb je wel eens zo'n nare, vervelende kerkvergadering gehad? Zo'n kerk en dan worden de financiën uitgelegd. En iemand die nooit een cent bijdraagt, heeft dan het hoogste woord en 5 vragen. En dan gaat het soms over, ik zie daar een post van €13,98. En wat is dat dan? Oh, heb je wel eens meegemaakt? Nee? Oh, gelukkig. Ik vroeger wel. En dan denk je, als nou een niet-christen hier zou binnenlopen, denk je dan dat hij zegt, dit wil ik ook. Dat lijkt me nou heel inspirerend. Nee, de Heer zei, aan onze onderlinge liefde zal je laten zien aan anderen. Weet je, soms zijn er gematigde sportteams die, nou ja, redelijk oké zijn. Maar door de eenheid en omdat ze één doel hebben en met elkaar goed optrekken, een team zijn, kunnen ze heel ver komen. Dat je soms wel eens denkt in een sportsituatie, eigenlijk zou het niet eens het beste team zijn qua talenten. Er zijn misschien anderen die meer, maar ze zijn gewoon zo één en zo goed bezig met elkaar, dat ze eigenlijk heel veel bereiken. Paulus die zegt dat in Efeze 1 vers 15. En je ziet dat Paulus natuurlijk als een stichter, een apostel van die kerken, dat hij met veel genegenheid schrijft. Efeze gaat echt over kerkbouw. Als je mail, weet je wel, Efeze spreekt, het hele boek gaat daarover. En dan zegt hij in 1 vers 15, daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus en over uw liefde voor alle gemeenteleden, zeg ik maar even, alle heiligen. Die twee dingen dank ik God onophoudelijk en voor u en noem ik u in al mijn gebed. Die twee dingen. Sommige mensen houden enorm van Jezus, maar als ik vraag, en wie investeer je leven, wie heb je lief, wie breng je verder, dan wordt het even stil. God wil dat we allebei doen, van Jezus houden en van de gemeente en van de leden van zijn kerk, de heiligen, dat we van hem houden. En jij en ik allemaal hebben daar nog dingen in te groeien.
Het laatste wat ik zou willen is dat je het gevoel krijgt dat ik je een les zit te lezen hier. Want het is een uitdaging die ik ook oppak. En waarvan ik zeg, Heer, ik wil erin groeien. Ik wil de kerk sterk en gezond zien worden tot eer van Jezus. Hij schrijft er met veel genegenheid over. Voor je geloof en voor je liefde voor Allah. In Efeze 4 vers 2, dan zegt hij zo, wees steeds bescheiden. Dat is allemaal een nieuwe Bijbelvertaling tekst. Dat klinkt mooi. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Verdraag elkaar uit liefde. Span je in om door de samenbindende krachten vrede en de eenheid te bewaren. Die de geest geeft. Eén lichaam en één geest. Span je in. Bouw mee. Die samenbindende kracht van de eenheid. Eenheid is zo belangrijk. Als lid van het lichaam heb ik verantwoordelijkheid. Om een bron van eenheid te zijn. Niet een bron van verdeling, maar van verdeeldheid. Maar een bron van eenheid. En mede wordt er van mij gevraagd om voorkeuren opzij te zetten. Voorkeuren opzij te zetten. Om te zeggen, dit zou ik zelf, maar ik zie dat dit beter is voor de kerk. En voor de eenheid en voor wat God aan het doen is. En dat moet je leren. Eenheid zoeken is liefde laten zien. Eenheid zoeken is liefde heel praktisch maken. Lees maar mee in 1 Korinthe 3 vers 14. En bovenal kleed je in de liefde, dat is de band die u tot volmaakte eenheid maakt. De liefde maakt tot eenheid. Eenheid zoeken is een hele praktische vorm van liefde in de praktijk. Het is superbelangrijk in de kerk. Ben je mee eens? Eenheid, de Heer Jezus bad ervoor. Hoge priesterlijk gebed, dat ze allemaal één zouden zijn. Eenheid is zo belangrijk. Laten we allemaal onze rol op ons nemen om dat te bewaken. Om daar waar je proeft van, weet je wel... Ergens in de Bijbel in Spreuken zegt, deze zeven dingen haat ik, jaar acht geloof ik, zegt God. Wie scheiding brengt tussen vrienden, waar eenheid wordt uit elkaar gehaald. God zegt, ik haat dat. Nummer 6, geen roddel of negatieve praat. Als je praat over de kerkbouw en lichaam zijn, huisgezin van God zijn, zegt de Bijbel ook. Dan is negatief praten of roddel is echt dodelijk. De Bijbel is heel, ik durf sommige woorden amper uit te spreken die wel in de Bijbel staan, over de kracht van woorden. En met name noemt Paulus sommige mensen, deze mensen, hun woorden gaan voort als, weet je nog wat er staat? Een hele ernstige ziekte in het lichaam. De Bijbel is heel duidelijk over, wees heel voorzichtig met hoe je praat. In Romeinen 1 vind je een heel lijstje, een deprimerend lijstje. Vers 29, ze zijn door en door onrechtvaardig. Let op, dit is een deprimerend lijstje. Boosaardig, hebzuchtig, slecht, door en door afgunstig, moordzuchtig, twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Nou, dat is geen mooi lijstje. En midden in dat lijstje staat roddelen. En soms denken wij, gaan we er misschien iets te makkelijk mee om. Van, nou ja, het is... We zeggen dat het is dodelijk voor een kerk. Het is dodelijk voor een vriendschap. Het is dodelijk voor een connectgroep. Het is dodelijk voor een team. En we willen er eigenlijk niks mee te maken. De definitie zou je kunnen zeggen van roddel is negatief praten, leeg gepraat, geruchten, onbewezen, speculatieve, vertrouwelijke informatie. In de meeste roddel zit iets in wat maar half klopt. En het lastige is... Ook in mijn situatie soms, iemand heeft iets half ergens gehoord. En het klopt maar half. En soms weet ik de hele informatie. Maar dan denk ik, moet ik nou alles gaan uitleggen aan jou, omdat je iets hebt aangehoord wat eigenlijk niet voor jou bestemd was, waar je niks mee kan, en waar je verkeerde conclusies trekt, omdat je maar de helft van het verhaal weet. Maar is de rest van mijn bestemming als voorganger steeds de rest van het verhaal aan iedereen gaan vertellen, zodat jij weer tot rust komt? En wat je dan zegt is, ja, ik vertrouw het anders niet. Eerder vandaag zeiden we tegen elkaar, misschien moet je met dat vertrouwen naar God toe. Waarom sta ik zo gauw op scherp? Waarom zeg ik zo gauw, ik vertrouw het anders niet? Vertrouwen is een keus die je... Lang geleden hoorde wel iemand zeggen hier in, ik geloof Holly Wegner, I choose to fill the gap with trust. Ik kies ervoor om, weet je, als ik iets niet begrijp, kies ik voor niet voor wantrouwen, maar voor vertrouwen. Gewoon vertrouwen. Zolang ik Jezus zie werken in ons midden, vertrouw ik wat Hij aan het doen is. Begrijp wat ik bedoel? Het is zo lastig met die halve informatie. Ik had een paar weken geleden een gesprek in Tilburg. Mensen die heel dicht betrokken waren. Ik heb alle e-mails erbij gehaald. Ik zei, oké, dit doe ik liever niet. Maar jij hebt zoveel aan één kant gehoord.
alle hier zijn. Lees maar. Oh ja. Oh, dat wist ik niet. Maar ik wil niet als voorganger een kerkleider met de hele dag vullen, met aanvullen wat je aan verkeerde informatie krijgt. Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp je dat het de kerk helemaal niet vooruit brengt? Dit waren kostbare mensen, dat zijn jullie allemaal. Maar ik dacht, dit is niet, ergens is dit niet de manier waarop je een kerk zou willen leiden. Dat is het gevaar van roddel, je hoort iets half. Ik heb een beetje gehoord, klopt dat, hoe zit dat? Als we niet uitkijken, zijn wij, het key-team, de hele dag bezig met de antwoorden van die vraag. En ik heb, misschien vind je me nu een beetje te strak, ik weet het niet. Maar ik heb echt zoiets, zo wil ik niet een kerk leiden. En mijn key-team, we willen kijken naar wat God aan het doen is. We willen kijken naar wat Hij aan het doen is. Ben je het mee eens? Heb ik nog vrienden in de zaal? Of? Jacobus 3 spreekt over het venijn van de tong, klein dingetje en het stuurt. Een grote boot, er staat zelfs, bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam, een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Dat is de Bijbel, hè? Dat je denkt, zo, heftig. De Bijbel is heel strak over, let goed op wat je zegt en roddel. En misschien moet je, ten eerste wees zelf geen bron van roddel, halve verhalen. En als je het hoort, zeg tegen iemand, heel vriendelijk, hè? Van joh, ik wil dat eigenlijk niet horen en ik hoop ook dat je dat niet verder gaat vertellen, want het bouwt helemaal niks. In 1 Petrus 3, vers 10, staat wel een hele bijzondere tekst, vond ik, in de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan staat hij zo. Wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, voortdurend vrede nastreven. De Bijbel zegt, hey, als jij happy wil zijn, als je een goed en gelukkig leven wil leiden, is dit een ingrediënt, heel belangrijk. Wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster aanhoren of verspreiden. Toen ik dat las, dacht ik, ik zei tegen Mathilde, ik zei tegen mijn Kieti, heb je gezien hoe mooi dat erin staat, hoe duidelijk de Bijbel is. Dus laten we gewoon, ik verre blijven van. En fill the gap with trust. Vul dat gat wat je niet allemaal precies weet met vertrouwen. En niet pas vertrouwen als je alle antwoorden weet. Snap je wat ik bedoel? En dan zeg je, ja, dat is niet zo makkelijk. Nee, maar daar moet je nou mee naar Jezus toe. Dit wat ik nu zeg, wat doet dit nou bij jou? Geeft het je onvrede? Geeft het je onveiligheid? Of brengt het je dichter bij Jezus? Dat je, ja, inderdaad, ja, wat gebeurt er eigenlijk? En ik wil daarmee naar de Heer toe. Ik wil dat, dat ik daar krachtig en sterker word. Eens nummer 7, de laatste. Vergeving en eenheid. Ik zal even samenvatten, want mijn tijd is op. Maar vergeving is zo belangrijk. Want we kunnen niet echt in eenheid groeien. Kijk maar in je eigen, als je met vrienden, of een huwelijk, en zo is in de kerk ook. Als je niet bewust kiest dat mensen zeggen, ja, toen en 20 jaar geleden, en 15 jaar geleden, wat dan de laatste 20 jaar? Oh boy. Daar had je al lang moeten vergeven. Loop je daar nou nog mee rond? Ik probeer je te waarschuwen. Ik probeer je ziel te redden. Want de Heer zegt dit in Matthäus 6, vers 14. Als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader je misstappen ook niet vergeven. Ik wil zo graag dat jij en ik vrij zijn. Vergeven. En die les zullen we allemaal geregeld op ons bordje krijgen. Eens? Over vergeven. Niet terugtrekken, niet sabbatical, niet de Heer zegt tegen mij, andere kerk. Nee, vergeven. Gewoon kiezen om te vergeven. Misschien ben ik een beetje strak, maar ik heb het gevoel dat we een heel goed jaar tegemoet gaan, 2018. En dat boekje wat we lezen is zo ontzettend mooi en duidelijk. En het geeft zoveel antwoorden. Je wil een sterke, krachtige kerk die aantrekkelijk is voor de wereld rondom ons. En dat mensen zeggen, is alles koek en ei in jouw kerk? Ach, jongen, verre van koek en ei. Dacht je nou echt dat wij een koek en ei kerk zijn? Nee, maar ik heb geleerd om fill the gap with trust. Ik heb geleerd om genade en vertrouwen te schenken. En om te vergeven, om los te laten, terug bij de Heer te brengen. God heeft mij uitgekozen om mee te bouwen in zijn huis. Om lief te hebben wat hij lief heeft. Om te bidden voor waar hij voor pleit. Om klaar te maken de bruid die hij probeert klaar te maken voor de dag dat hij terugkomt. Stralend, zonder vlek of rimpel, helemaal krachtig, vol passie en liefde voor Jezus. En al die dingen waar we nu over gehad hebben daarmee te maken. Zodat ons hart rein, zuiver en
liefdevol dicht naar hem toe. Zullen we bidden? Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord. En dank u wel dat u zo houdt van ons, de kerk. En Heer, we realiseren ons, ik ben de kerk. Ik ben deel van de kerk. En ik wil mijn plek innemen. Met vreugde, visie, passie. En af en toe bots ik tegen dingen. En mensen en situaties. En dan realiseer ik mij dat ik raak bots tegen mezelf. Want ik ben de kerk. En ik bid zo, Heer, dat u ons vrij maakt. Helpt om te vergeven. Helpt om vertrouwen te schenken. Gewoon om het gat te vullen. Omdat we op Jezus gericht zijn. Omdat we van u houden. Omdat u van uw kerk houdt. Dank u wel dat ik deel mag zijn van uw lichaam. In Jezus' naam. Amen.